Het regent dagelijks telefoontjes bij de brandweer met diverse brandmeldingen. Alton Pinas, voorlichter bij het Korps Brandweer Suriname, zegt in gesprek met de redactie dat dit fenomeen al enkele weken gaande is in vooral Paramaribo. De meldingen gaan zelfs zo ver dat de registraties binnenkomen voor woningbranden die vervolgens grasbranden blijken te zijn wanneer de brandweer erop afgaat. En als we op het adres aankomen, gaat het om een gras of een vuilnisbrand. Je begrijpt, het is lastig. We zetten ons leven op het spel. We rijden hard of veel sneller naar het adres toe met alle gevolgen over de weg. En wat gebeurt er? Je hebt soms dat de mensen aangeven dat het een groot huis is dat in brand staat. Waarbij we 2 tot 3 posten er naartoe sturen. En blijkt dat het om een grasbrand gaat. En dat is niet te doen natuurlijk. Want op hetzelfde moment kan er daadwerkelijk een brand uitbreken in een van die resorten waar we juist er niet zijn. Waar we met z'n allen zijn uitgerust. Dus dat doen we maar. Dit zou ik voor jullie gaan behoren. Vanuit de gemeenschap zijn er vele klachten over ademhalingsproblemen. Pinas benadrukt dat door het verbranden van vuil in deze droge periode buurtbewoners elkaar gezondheidsproblemen bezorgen. De buren die niet willen luisteren naar de informatie of de boodschap van de brandweer, maar ze blijven vuil branden. Ik heb het zelfs hier in de buurt bij mij ook. Ja, ik dacht toch. De brandweervoorlichter geeft aan dat de samenleving stil moet staan bij de gevolgen van het verbranden van vuil. Recentelijk is in het Yarikaba-gebied een grasbrand overgelopen naar een garage waarbij 3 voertuigen brandschade hebben opgelopen.